Yo guys, Job hier, het YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, gaan wij wat super doops doen. Vandaag gaan we namelijk proberen om de allerduurste kauwgom in Bubblegum Simulator ooit te krijgen. En ik geloof niet dat jullie dit kunnen doen. Je duimen een box aan elkaar laten geven en de video te liken in dezelfde drie seconden. Dus dit en een like op de video in drie seconden. Ik geloof niet dat je dat kan. Ik heb zo'n vermoeden dat 1 op de 10 mensen het gaat kunnen. Maximaal. En ik ben benieuwd of je erbij hoort. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Terwijl je dit hebt gedaan voorafgaand binnen drie seconden. En ik ben super benieuwd. Ik ben een extreme bubbler. Oké, okay, ik weet niet wat dat betekent. Maar ik ben schijnbaar een ervaren bubblegum koning. Um, wat ik ga proberen te doen. Dus ik ga proberen vandaag een nieuwe soort bubblegum te kopen. En daar begin ik eigenlijk direct al mee. En dat is de bubblegum van 4.500. Ook wel de supergum genoemd. Daarmee heb ik namelijk een captivity Captivity is gevangenschap. Ik bedoel een capaciteit um, van 550. En dat is super chill. Want daardoor kan ik namelijk nu vaker een bel blazen zonder dat mijn volledige inventaris vol zit. Want voor de mensen die het niet weten. In de voorgaande aflevering heb ik van de kijker een aantal huisdieren gekregen. En die zijn zo ongelooflijk overpowered. Dat ik daardoor nu eigenlijk instant al um, mijn inventaris vol heb wanneer ik één bel blaas. Normaal gesproken zou dat natuurlijk niet horen. Maar momenteel is dat het geval omdat ik zoveel gratis dingen heb gekregen van kijkers. En dat is natuurlijk super chill. Deze guy die wilt met mij uit. De hele tijd al De vorige aflevering vroeg hij er ook al de hele tijd om En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom Hij wil met me ruilen, maar de reden daartoe is niet duidelijk Want wanneer ik hem, hem iets wil geven Dan geeft hij mij precies hetzelfde wat ik hem aanbied Dus als ik hem een aardbei aanbied, biedt hij mij ook een aardbei aan En dat is dus eigenlijk een rel die totaal geen zin heeft En ik snap ook eerlijk gezegd niet zo goed wat hij ermee wilt. Maar hij blijft erover beginnen Kijk hier is hij weer, als ik hem nu deze draak geef, let op De vorige keer bood hij dan Ja, hij, hij biedt elke keer deze twee aan En als ik dan ready doe, dan haalt hij er, een, haalt hij er twee weg Nee Nee, like ik ben je nu niet aan het Wacht even. Hij gaat dit niet doen hè. Hij gaat dit sowieso niet doen. Hij gaat dit sowieso niet doen. Hij wil me gewoon gek maken. Hij heeft het gedaan. Yo! Wat? Hij heeft mij Oh gosh. Hij heeft mij de gummy kitten gegeven. Is deze nog zeldzamer dan degene die ik eerst had? Deze is veel zeldzamer dan degene die ik eerst had. Deze is super OP. Deze zorgt ervoor dat ik alleen al 78 bellen meer blaas. Eén beestje. Oh, dit is zo erg, jongens. Ik was nog aan het vertellen dat hij het allemaal niet zou doen. En dat hij elke keer doet alsof. En nu heeft hij het toch gedaan, hè. Deze gozer is helemaal gek. Echt waar. Maar op een goede manier natuurlijk, hè, jongens. Op een hele goede manier. Dit is een baas. Ik wil hem even bedanken. Dat, dat vergeet ik soms te doen. Bedankt. Zo, ik ben super blij ermee, man. Jij bent echt een beest. Hij wil weer met me ruilen. Oké, okay, dan geef ik jou je draak wel terug, alsjeblieft, man, bro. Is dat oké okay, dat ik jou je draak teruggeef? Want ik vind het echt niet fijn om zoveel van je te moeten accepteren. Je mag hem echt terug hebben, ik ben gewoon echt ready. <laughs> je mag. Nee, 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 nee. Of wacht. Oké, okay, dit kan wel, denk ik. Hij heeft mij, geloof ik, niet echt iets heel zeldzaams gegeven, I guess. Hij heeft er heel veel van, zie ik. Hij heeft er drie of vier van. Oh, dat is weer die zeldzame. Hij heeft me weer die zeldzame gegeven. Nu heb ik er twee van. Of niet? Oké, okay, wacht. Ik moet er eentje weg doen. Dan doe ik. Deze doe ik weg. En dan pak ik deze er ook bij. Dan heb ik twee van die mannetjes achter me aanlopen. Yo, nu verzamel ik zoveel geld, jongens. Ik verzamel bijna 500 bellen in één keer blazen. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik weet ook niet wat ik ervan moet zeggen. Aan de ene kant vind ik het natuurlijk super vet dat ik gewoon dit soort dingen krijg. Maar aan de andere kant denk ik: van ja, ik heb er niet echt heel veel moeite voor gedaan. <laughs> en dat zou ik eigenlijk wel willen doen. De bedoeling van dit soort simulatiegames is natuurlijk dat je heel erg lang speelt. om zo de zeldzaamheden te krijgen. Maar deze jongens in kwestie. of meiden, jongens of meiden, maakt natuurlijk helemaal niets uit wat het is. Uh, die, die blijven mij gewoon cadeautjes geven. En daardoor ben ik nu dus al heel erg ver. Aan de andere kant is het voor de opnames natuurlijk wel heel erg leuk. Want hierdoor kom ik sneller bij het ultieme kauwgomsoort. Namelijk de allerzeldzaamste kauwgom in het spel. Die normaal gezien heel erg moeilijk te krijgen is. Ik ga eens even kijken welke het überhaupt is. Had oh, deze guy wel ook weer met mij ruilen? Oké, okay, weet je wat? Ik geef jou deze keer een draak. Ik geef jou. Oh, hij wil mij ook een draak geven. Gaan we een draak voor een draak ruilen? Gaan we dat serieus doen? Hij wil <laughs> mij twee draken geven voor één draak. Nou, dat vind ik wel een leuke deal op zich. Ik krijg wel weer meer dan ik hem geef, maar apparently wil hij dit. Dus why not? Confirm. There you go bro. Je hebt van mij een draak gekregen <laughs> terwijl je er mij twee geeft. Dus zilver schiet je er niet mee op. Maar goed, we gaan eens even checken welke kauwgom wij nog meer kunnen kopen. De allerduurste kauwgom is de Ultra Gum. En daar heb je 35.000 en een halve voor nodig. Die kan ik nog niet kopen. Maar de super duper gum kan ik wel bijna kopen. Daar moet ik nog even voor doorgaan. En dan kan dat. Maar wat misschien nog beter is om te doen. Is gewoon een ander soort kauwgoms smaak kopen. Dat is namelijk ook mogelijk. En als je een ander soort kauwgoms smaak neemt. Dan krijg je dus nog meer bubbels in een kortere tijd. Alleen weet ik niet of dat handig is. Want de bubbels die passen niet eens in mijn rugzak. Dus misschien kan ik toch beter eerst een grotere rugzak nemen. Kijk, okay, ik heb nu 10.000. Daarmee kon ik, geloof ik, die nieuwe. Ja, ik noem het wel een rugzak. Maar eigenlijk is het. Oh nee, wacht. Dan kan ik beter gelijk voor deze Omega gaan. Ja. Ah, sowieso. Nog 2000. En dan kan ik de Omega nemen. En die kan bijna 2000 bellen met zich meedragen. Dus dan zit ik sowieso even goed voor een, uh, een aantal minuten. Afhankelijk van welke kijkers mij weer gaan verrassen met van alles en nog wat. Als ik namelijk weer allemaal gekke cadeautjes en, en huisdieren krijg. Dan is het waarschijnlijk niet genoeg voor één video. Maar ik hoop dat het wel genoeg gaat zijn voor één video. Ik doe mijn best er in ieder geval voor. Let's get it. Nice. Ik denk dat dit de laatste gaat zijn. Ja, dit is voldoende. Heb ik nu 12.750. Ik heb 12.800 zelfs. Oké, okay, chill. Dan kan ik nu de Omega kopen. Bam jongens. Oh yeah. Kijk, nu heb ik echt een hele grote opslag. Kijk, deze Bel man, bro. Huge. Hij wil weer met mij ruilen. Oké, okay, weet je wat? Ik geef jou gewoon alle twee mijn draadjes. Ik hoef ze niet meer te hebben. Het zou leuk zijn als je mij er ook iets voor. Hij wil mij weer die zeldzame geven. Hij heeft daar zoveel van. Hij heeft zoveel van die oranje snoepmannetjes. Hij blijft ze me gewoon geven. Maar ik vind het chill. Want dat zijn namelijk voor mij wel de meest effectieve. Die geven mij namelijk een hele hoop extra kauwgomballen. Oh, hij wil me weer een ander soort erbij geven, jongens. Nee, ik wil wel zeggen dat is goed. Het is goed zo. Ik ben tevreden. Jij mag mijn draken hebben. Ik neem jouw oranje gummy mannetjes wel in ontvangst. Natuurlijk, geen enkel probleem. Thank you very much. Ik ga, denk ik, gewoon een heel team opstellen met alleen maar die mannetjes. Oh, dat kan niet meer. Oh, dan moet ik deze eerst wegdoen. Zo. Bam. Nice. Kijk, nu kan ik nog meer bellen blazen, jongens. Dit is echt bizar gewoon. cel Bam. Kijk hoeveel muntjes ik hier aan overhoud, jongens. Dit is echt niet normaal. Hop, zakkeetje. Ik heb alweer bijna 10.000 muntjes. Het volgende wat ik dus ga doen is het kijken uh, of ik een nieuwe kougomsmaak kan nemen. Ik weet niet welke smaken er allemaal zijn. Bijvoorbeeld deze hier zo, ziet er super epic uit. Deze kauwgombal die hij in zijn mond heeft, is gewoon al bijna 9000 bubbels waard. Like, dat is bizar veel. Ik weet niet hoeveel kauwgom je daarvoor in real life zou moeten kauwen, maar ik denk eerlijk gezegd dat het wel een hoop is. Nou, ik zit in ieder geval over de eerste 10.000. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik hier wel een nieuwe smaak mee kan kopen. Uh, oh, zeker. Ik kan deze kopen, jongens. Watermeloen. Yes, dat gaan we sowieso doen. keetje. En ik heb weer een nieuwe rel. Maar ik laat het nu even voor wat het is. Yo, check dit. Deze kleur is super epic. Hij wil weer met me ruilen, hè, jongens. Weet je wat? Ik geef hem gewoon zo'n snoepmannetje. Die ik van die andere gozer heb gekregen. Zo kan ik de dingen die ik krijg doorspelen naar anderen. Dat vind ik wel een mooi idee. Ik weet niet wat hij me ervoor terug wil geven. Of hij er überhaupt of die me er uber... Ik weet niet wat dat is, maar het ziet er dope uit, I guess. Het ziet eruit als een soort van... Dominus. Dat is het niet overigens hoor. Dat zou wel heel erg zijn. Um, want die zijn echt super zeldzaam. Dan zou ik hem een beetje, zeg maar, scammen om het zo te zeggen. Ook al gaat hij er zelf mee akkoord. Oh, ik heb deze gekregen. Deze is best cool. De Amethyst Golem. Oké, okay, super dope. Nou, wij checken even hoeveel muntjes wij er nog bij kunnen krijgen. Waar, haal... Waar halen mensen die pets eigenlijk vandaan? Serieus, dat kun je gewoon hier doen. En hoe kom je aan, aan van die diamantjes dan? Oh, die kun je hier kopen. Gems. 200.000 gems. Voor 10 Robux maar. Wat? Dat is niet veel. 10, 10 Robux is eigenlijk best wel weinig zelfs. Heb ik nu. <laughs> en hoe duur is 180 miljoen gems? Oké, okay, dat is wel heel erg duur. Maar nu kan ik dus dit soort eieren kopen, right? Ja. Yeah. Oké. Okay. <laughs> Pretty easy. Wat voor beestjes krijg ik? Ik heb. Um... ...Frost Kitty gekregen. Die had ik nog niet. Nou, volgende. We hebben zoveel gems. We kunnen letterlijk net zoveel eieren openen als we willen op dit moment. Dat voor 10 freaking uh, Robux. We hebben een Piggy gekregen. Oké, okay, interesting. Ik hoop natuurlijk dat ik een Epic krijg. Dat zou ik super dope vinden. Een Rare. Nice. Een Frost Deer. Maar... Ah, nice. Oké, okay, dus we hebben al een Common. We hebben een Rare. We hebben een Unique. Maar we hebben nog geen Epic. Een Epic is maar 3%. Dus de kans dat je een Epic krijgt is heel klein. Um, of een... Sorry. Een, was, was dat een Epic die ik zag? Of een... Ja, een epic. Ik heb nu een rare gekregen, dus een zeldzame. Maar epic, de kans dat je die krijgt is heel klein. Nou, dit is weer een common. Dat is niet zo speciaal. Alleen, wat zijn dit dan bijvoorbeeld? Wat kun je hier uitkrijgen? Hier kun je een mythic uitkrijgen. Oké, okay, dus dat is de reden waarom je heel veel muntjes moet proberen te verzamelen. Dan kun je dus aan een mythic komen. En wat is dit? Oh ja, dat is dat super epische ei. Ja, ik noem het een super epische ei, omdat ik hem natuurlijk heel erg graag zou willen openen. Maar dat is echt een stuk te duur, jongens. Dat kan ik niet zomaar, euh, zomaar gaan doen. 5000 robux, dat is ruim... 50 euro, gewoon literally. Nee, dat ga ik echt niet zomaar uitgeven. Dat is bizar. En dat zou ook niet echt normaal zijn, eerlijk gezegd. Like, dat kun je doen eens een keer. Bij de 20.000 likes bijvoorbeeld. Maar niet nu, niet nu. Nu is het iets te veel van het goede, to be honest. Um, we zitten nu op bijna de 10.000 coins. En we zouden 30.000 nodig hebben voor zo'n speciaal ding. Dus dat gaat hem voor nu nog niet worden. Maar we kunnen wel. Wat, wat kun je hier trouwens uitkrijgen? Een unique. En hier kun je ook een rare uitkrijgen. Ik ga gewoon voor de grap zo'n eye openen. Dat doe ik dus met muntjes in plaats van met gems. Nou, dat was het dus in ieder geval niet waard. Laten we maar gewoon lekker veel van deze openen. Ik zoek nog steeds een epic. Is dit een epic? Dit is geen epic. Come on, give me something special, please. Ik hoop op een epic. Ik weet niet of het kan. Nee, deze heb ik niet nodig. De volgende. Het is zo raar dat die gems zo goedkoop zijn. Maar wel nice, want dat zorgt ervoor dat de meeste mensen het zouden kunnen doen. 10 Robux staat gelijk aan ongeveer. 20 cent of zo. Of misschien nog wel minder. 10 cent. Hé, hey, ik heb een epic. I got it. Jongens, ik heb een epic gekregen. Welk is het? Hier, deze. Oh, nou, zo speciaal is hij niet. <laughs> Tenminste, als ik zijn statistieken moet geloven, is hij niet. Of uh, zijn skills, is die niet heel erg speciaal ten opzichte van de rest. Maar hij is natuurlijk wel cool. Hij is natuurlijk wel cool, jongens, laten we eerlijk zijn. Oké, okay, um, wat kun je hier eigenlijk kopen? Ah, hier kun je muntjes kopen. Oké, okay, dat is wel echt super duur. Muntjes kopen, daar kun je beter niet aan beginnen. Maar hoe kom je hier? Discover the Floating Island to unlock this portal. Oké, okay, dus je moet verschillende eilanden onderzoeken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Er staat hier dat je niet op de trampoline moet springen. Er staat hier, kijk uit, spring niet op de trampoline. En het gaat om deze trampoline. Ik ga het uh, toch doen. Let's go. What the heck? Yo, wat? Je komt gewoon op wolken terecht? En dan? Oh, wacht, oh, wacht, wacht. Ik denk dat ik hoger kan. Spring. 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 Ah, oké, okay, ik snap het al. Je kunt bepaalde dingen onderzoeken, maar hoe kom je daar dan? Als ik bijvoorbeeld daar zou willen komen, hoe krijg ik dat in hemelsnaam voor elkaar, jongens? Oh, wat? Ah, natuurlijk. Ik snap het al. Jouw bel zorgt ervoor dat je hoger kunt springen. Dat is gewoon letterlijk een soort van ballon die je dan aan je lippen draagt. Dus als ik nu hier op spring, ben ik gewoon echt super hoog. Oh, dit is hoe je in nieuwe portals terecht kunt komen. Je kunt literally met jouw enorme bubbels, kun je op nieuwe plekken terecht komen. Dus kijk, hoe groter ik mijn bubbel blaas... Yo, wat? Bro, hé, hey, dit is bizar. Hoe groter je je bubbel blaast... Op wat voor verschillende soorten speciale plekken je kunt komen. En wanneer je nieuwe eilanden unlockt. Wanneer je ze dus voor de eerste keer bent betreden. Dan kun je via de portals er voor de tweede keer naartoe. Dus als je voor de eerste keer bijvoorbeeld op het vliegende eiland komt. Dan kun je deze portal nemen om er weer naartoe te gaan. En je kunt naar de ruimte. Je kunt naar de twilight. De skylands, De void. En dat zorgt ervoor dat je dus nieuwe pets kunt unlocken. Yo, dit is dope. Dit is echt super vet to be honest. Dit is echt super vet. Nou, laten we nu gewoon proberen zoveel mogelijk bellen te blazen, jongens. Ik denk dat ik ga kijken of ik weer een nieuw soort smaak kan kopen. En de volgende, oh, ik wil eigenlijk sowieso de duurste, jongens. De duurste kost 44.000. Op zich zou dat nog moeten lukken binnen één video. Het is wel, nee, niet binnen één video, maar het zou op zich wel moeten lukken uh, als ik de volgende video ook weer bezig ga met bellenblazen. Maar hey, dit was een super toffe aflevering. Heb jij er nou ook van genoten? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. De volgende keer gaan wij dus kijken of we bij andere dimensies kunnen uitkomen, of eigenlijk bij andere vliegende eilanden. Maar joh, ik kan zo hoog springen. I mean, check dit, jongens, check dit, hè? Yo, ik ben gewoon 35 meter in de lucht gesprongen. Dat is toch bizar. Ik wist eerlijk gezegd niet dat je dit ook in deze game kon doen. Dus voor mij is het gewoon echt één grote. toch wel verrassing. Waar ik van hou. Ik bedoel, verrassingen zijn leuk. Tot de volgende keer, waarbij we weer druk bezig gaan. En ik zeg adios.